Zodra ik op de fiets van huis stapte en op een gegeven moment ik hier nog een stukje bij Café Barens deed lopen, toen wist ik al, dat kan gewoon doorgaan, de door zet nu al in. Niet echt de ideale omstandigheden vandaag, hè? Nee, slecht weer. En glad misschien. Dus... Waarom doet u dan toch mee? Want dat lijkt me hartstikke gevaarlijk. Omdat ik zo weinig wedstrijden middel op tegenwoordig. En dat dan in Goes is dan in mijn woonplaats, dan wil ik nog meedoen. Spannen? Nee. Hoe schat je je kansen in vandaag? Ik ga mijn best doen om te winnen. Wat ik heb begrepen is dat u al 45 keer heeft meegedaan aan deze wallenloop. Dat hoor ik ook net. Maar iedereen loopt gewoon de 6 ronden zonder mankeren. Jan Rechter boven, hè? Beter afspraak. Hoe vaak doet u nog mee aan dit soort wedstrijden? Ja, dat is tegenwoordig maar 10, 15 op een jaar meer, hoor. En vroeger was het soms 50 dus op een jaar. Hoe bereidt u zich dan voor? Eigenlijk niet veel meer. Nog enkele keren in de week gewoon een loopje vanaf huis van een kilometer of 6 of 8. Zomaar een beetje bijhouden, maar achter recht trainen, dat gaat niet meer. Dus, mag ik vragen hoe oud u bent? 65. En nog zo fit als een hoentje dus? Ja. Nou ja. Bij normale omstandigheden kun je rekenen op een hoop publiek. Dat valt natuurlijk nu een beetje tegen, maar dat is eigenlijk het leuke. Want de meeste wedstrijden zijn toch op achterafplekken. En dit is in het centrum, of bijna in het centrum. Er zijn nog wel lopen die nog meer door het centrum van Goes gaan. Maar dan heb je in ieder geval publiek. Dat is het leuke er altijd aan. Lukt het een beetje, dat opwarmen? Ja, weet je wel, het is wel koud. Wat zit erin? Gluwijn. Heel slim, goed voorbereid. Ja, precies. Vanochtend moeten we wel even een beetje warm blijven hier zo aan de zijkant. Wie komen jullie aanmoedigen? Mijn broer, Laurens. Hij doet deze al vaker mee. En hij doet ook al vaker wedstrijden. En deze is precies lekker dichtbij, dus dat is leuk. You did it! Ja, klopt, ja. En tevreden over de tijd? Nou, ik had gedacht onder de 40 minuten, maar het is een halve minuut meer. Maar goed, je moet oppassen in de bocht. Er zitten een paar heuveltjes in. Dus loop ik gemiddeld 11,5 kilometer per uur. Dat is netjes. Hoe vaak heeft u al meegedaan hier aan de wallenloop? 3 keer, denk ik. Dus het is de zwaarste tot nu toe. Weinig lucht, koud, een beetje glad. Dus, volbracht. Wat maakt het zo leuk? Waarom komt u iedere keer weer terug? Ja, 1 januari moeten we weer aan de goede voornemens gaan werken. Nieuwe marathontraining, dus dan beginnen we weer. En dan is dit de eerste op de kalender? Ja, de eerste is dit, ja. Dus op naar Rotterdam. Eerste mountainbike-tocht van de VV Kloetingen. Dat is zaterdag fietsen. En dan een beetje proberen andere wedstrijden ook. Maar niet boven de 10 kilometer, hoor. Nou, wel een sportieve burgemeester. Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Is daar ook de laatste deelnemer van vanmiddag onderweg naar de finish. En dan kan ik alvast bedanken de wedstrijdleider Johan Stokman, scheidsrechter Piet Maartensen. Zo. Tevreden? Tuurlijk, dat is een lekker rondje, joh. Heerlijk. Geef lekker aan de warme chocomel.